Dat brengt ons even naar de brieven die we gekregen hebben. Groot in aantal en vooral de kwestie natuurlijk van de zonnepanelen. Dat beweegt velen. En ik kom daar niet goed uit, want het zijn vaak totaal tegengestelde berekeningen. Laat ik proberen om de kernpunten eruit te halen. Die ons toch tot een zekere opgewektheid kunnen stemmen. En tegelijkertijd ook weer kritiek zijn op de overheid. Ik denk toch dat iedereen het erover eens is dat het een nuttige zaak is. Dat die 2 miljoen Nederlanders van die zonnepanelen geplaatst hebben. Dat is natuurlijk een enorme zet in de richting van die energietransitie die ooit gaat komen. Tegelijkertijd is het subsidiebeleid wat daar tegenaan gezet is en wat deels verantwoordelijk is natuurlijk voor dit succes. Dat is een in sommige opzichten dubieuze kwestie. Want sommige mensen zeggen nou het is heel oneerlijk en daar moest eigenlijk direct een eind aan worden gemaakt. Vandaar dat ik vorige keer die Duitse tussenoplossing wel aantrekkelijk vond. Die saldering levert wel iets op, maar niet meer zoveel als nu. En andere mensen zeggen, nee, als je het allemaal geweldig doorrekent, dan worden de grote energiegebruikers, die worden nog steeds enorm bevoordeeld door de overheid. Ik kan dat slecht beoordelen hier. Ik was zelfs, kunnen we niet ook een parlementaire enquête over de energietransitie houden? Dat lijkt me wel nuttig, dat je eindelijk... Dat mensen die er echt verstand van hebben dit allemaal nog eens grootschalig doorrekenen. En dat we bovendien ophouden met alleen te doen alsof alleen in Nederland in een energietransitie gaat plaatsvinden. Terwijl in de hele rest van de wereld niets gedaan wordt. Dat is natuurlijk niet zo. En dus je moet dat wel in Europees verband zien. En ook als ook Europa voert beleid. Hoe verhoudt zich dat tot het Nederlandse beleid? Dat is niet duidelijk. En wat je er verder ook van mogen denken. De Nederlandse overheid heeft... evident te weinig geïnvesteerd in de versterking en uitbreiding van het elektriciteitsnet. Dat is men toch wel duidelijk geworden. Maar ook ten aanzien van de individuele energietransitie heerst onduidelijkheid. Dus je hebt mensen zeggen, ja nee, je hebt alleen zo'n huis, dat zit niet waar. Wat natuurlijk bejaard is en niet perfect geïsoleerd kan worden of moeilijk perfect geïsoleerd kan worden. Daar kun je geen warmtepomp gebruiken. En daar zit er een brief bij. Ja, allemaal gelul. Ja, dat kan ik een prima warmtepompen. En dat kan een stuk beter dan een... Nou ja, enzovoort. Wat ik moeilijk kan beoordelen. Wat juist is en wat niet juist is.